Dit is het verhaal van de kleine koning Izar. Het kind dat op een nacht een wonderlijke ster zag en op reis ging. Op zoek naar de koning van de wereld. Op zoek naar een vriend. De soldaten van Herodes. Ze jagen op de koning van de wereld. Ze nemen alle kleine jongetjes van Bethlehem te pakken. Ze worden allemaal vermoord. Vlug, Asinus. Asinus, hoor je me niet? Vooruit, we moeten erheen. Niet bang zijn. Doe nou. Misschien kunnen we de kleine kinderen helpen. Asinus. Mama, grijp dat jong. Grijp hem en die ezel. Zijn ze kwijt? Ze geven het op. Het leek wel of je vleugels had, Asinus. Een mooie plek om wat te drinken en uit te rusten. De koning van de wereld hebben ze niet gekregen. Hij is net op tijd gevlucht. Maar dat wisten die soldaten niet. En nu zijn er zoveel kleine jongetjes dood in Bethlehem. Helemaal voor niks. Waarom? Waarom moest dat allemaal? Weet je, Asinus? Ik wou dat ik niet hoefde op te groeien. Dat ik altijd kon blijven zoals ik nu ben. Grote mensen kunnen zo wreed zijn. Zo gemeen. Nee. Ik wil niet groot worden. Bovendien, als ik groot was, kon ik niet meer op jou rijden. Veel te zwaar. Soldaat? Oh nee hoor, kleine jongen. Geen soldaten. Hoewel, soldaten zijn vaak ook rovers, net als wij. Hé, niet bewegen jij. Wat zoek je hier? De koning van de wereld. Koning van de wereld. Kunnen we lang zoeken, snotneus. De koning van de wereld, zei je? Ja. Wie ben jij? Izar. Kijk eens even, Gilead, wat een pracht van de buit. Echte gouden kroon. Laat dat, Akbar. Is die kroon van jou? Ja, meneer. Ben jij dan ook een koning? Ja, meneer. Wat zullen we nou hebben, Gilead, en je meeleien? We kunnen wel een beter slachtoffer vinden, Akbar, dan dit kind. Moet je zien, zijn voeten zijn helemaal gezwollen. Hij is doodop. Wat heb je in vredesnaam gedaan? Nou ja, kom maar mee. Bij mij thuis kun je uitrusten. Weg jij, Akbar. Ik spreek je later. Oh, het is zonde. Echt goud. Is dat beest van jou? Dat is Asinus, mijn vriend. Nou, vooruit. Die kan er ook nog wel bij. Kom mee. Hij is hier geweest, met zijn vader en zijn moeder.
Ze waren op weg naar Egypte op een ezel. Ze waren doodmoe, net als jij. Opeens stonden ze hier voor de deur. Ze wilden uitrusten, ergens veilig slapen. Ach, ik had zo met ze te doen. Dat kind. Zo'n kind heb ik nog nooit gezien. Van zo'n kind is er maar één. De koning van de wereld. Ja, daar was geen twijfel aan. Jezus. Jezus? Zo noemde zijn moeder hem. Een mooie vrouw, zijn moeder. Een heel mooie vrouw. Als je dat zag, Isar, zou je meteen weten dat zij de moeder van de koning van de wereld was. Zal ik ze ooit zien? Ze zeiden dat ze naar Memphis gingen. Een grote stad in Egypte. Memphis is een vreselijk eind weg, Isar. Toch moet ik er naartoe. Morgen, zo gauw het licht is. Wees alsjeblieft voorzichtig, kleine Isar. De wereld is gevaarlijk. Ik heb zo'n boze droom gehad. Ik droomde dat de kleine Jezus een man geworden was en hij werd gekruisigd. En aan elke kant van hem stond nog een kruis. Aan het ene kruis hing Akbar, aan het andere jij, Gilead. Akbar schold en vloekte, maar jij had spijt. Oh. Wees maar niet bang, dat zal vast niet gebeuren. Gilead is niet slecht. Hij heeft toch onderdak verleend aan de koning van de wereld? En aan mij, dat zal ik nooit vergeten. Kom, Asinus, we gaan. Het is nu al weken zo. Wanneer denk je dat de farao dat zaakje laat opknappen? Het schijnt kapitalen te kosten om de tempels van Memphis te herbouwen en de goden weer op hun voetstuk te zetten. De farao zegt dat er geen geld voor is. Als dat kind eens wist wat hij op zijn geweten had. Nou ja, dat kind kun je het natuurlijk niet kwalijk nemen. Maar die ouders... Ik had anders de indruk dat het een pinter kind was, zo klein als hij was. Ik kwam net door die straat toen hij hier met zijn ouders op die ezel langs reed. Hij keek heel bewust naar onze goden, alsof hij ze dwong om voor hem te buigen. En dat gebeurde nog ook. Klinkt belachelijk, ik weet het, maar ik heb het zelf gezien. En de tempels verkruimelden, alsof ze van koek gebakken waren. Weten ze hoe dat kind heette? Jezus, geloof ik. Later heb ik gehoord dat hij in zijn eigen land ook al gezocht werd. Merkwaardig toch, zo'n klein kind en al zoveel op zijn kerfstok. Ze hebben hem nergens kunnen vinden, hè? Nee, niet dat ik weet. Zijn ouders kunnen zich maar beter goed verstopt houden met zo'n joch. Want als de farao hem mooi te pakken krijgt, dan gaat hij er al zo aan. Wacht even, Asinus. Ik zal het dus vragen aan die mannen daar. Meneer? Meneer, mag ik u iets vragen? Ga je gang, kleine koning. Ik ben Isar uit Magodia... Uit Magodia helemaal? Ja, Asinus en ik zijn al maanden onderweg. We zijn op zoek naar... Het paleis van de farao. Nee. Oh, dan moet u... Nee, ik zoek de farao niet. Ik zoek iemand die hier een tijdje geleden Memphis binnengekomen moet zijn. Ook op een ezel, net als ik. Maar met zijn vader en zijn moeder. Een klein jongetje, bedoel je? Ja, nog kleiner dan ik. Hebt u hem gezien? Hij is de koning van de wereld. Hij heet Jezus. Hou hem vast. Ik ga de soldaten halen. Dit kereltje hier is op zoek naar Jezus, die onze goden beledigd heeft. Hij is het. Pak hem. Hij weet waar die Jezus is. Nee, dat weet ik niet. Dat wou ik juist vragen. Kom maar eens mee, jongen. Dan zullen we eens precies uitzoeken wat jij weet. Maar niet hier, in de gevangenis. Asinus. Vergeet Asinus niet. Maar doe hem niks, alsjeblieft. Heus? Ik weet niet waar Jezus is. Anders had ik het toch niet gevraagd. Oh, het is net een boze droom. Ik zoek hem, al maanden. Ik wil met hem spelen. Maar ik kan hem nergens vinden.